Ik heb wel het gevoel dat, dat spelers met hem erbij meer zelfvertrouwen hebben. Ja, ik denk dat het nu, nu gewoon lekker gaat. En van dit soort momenten moet je ook gewoon genieten. Maar ja, ik moet gewoon dit gewoon proberen vast te houden. Wat is vorm? Kun je dat uitleggen? Hoe voelt dat voor je? Vorm is gewoon punten halen, de punten pakken met je ploeg. Zelf goed voetballen. En ik denk gewoon jezelf blijven ontwikkelen. Ik denk dat toch op voor het grootste vorm is. Na exact 50% van de duels zonder en 50% met Snow spreken de cijfers voor zich. In 11 wedstrijden zonder de middenvelder kwam RKC tot 6 punten. De 11 wedstrijden daarna vergaderde de ploeg met Snow, let op, 17 punten. Nou, hij is wel een ontiegelijk belangrijk onderdeel van ons elftal. En hij heeft ons sterker gemaakt. Zo simpel is het, door zijn manier van voetballen. Ik heb een goed voetballend vermogen. Door zijn kracht, door zijn uitstraling. Goed loopvermogen. Sterk aan de bal. Het is niet een type wat verbaal jongens op zijn plek zet. Ik zie het spelletje wel. Maar het is wel een leidersfiguur in het veld, want je kan hem altijd inspelen. En ik denk ook voor een groot deel mijn werklus en mijn drive. Ja, vaak houdt hij wel twee man bezig en dan krijg ik af en toe meer ruimte. Al moet ik zeggen dat ik het wel mee vind vallen, want ik word er zelf ook vaak vastgezet. Maar ik kan zeker anderen beter laten voetballen zoals anderen hem ook weer beter laten voetballen. Dus, en zo hoort het te zijn, denk ik, dat je elkaar beter laat voetballen en niet als individu rond gaat lopen. Op de vraag of Snow te behouden is voor RKC volgt een veelbetekenend antwoord. Normaal gesproken niet. Na dit seizoen is hij vrij om te gaan en staan waar hij wil. Natuurlijk heeft RKC het wel al geprobeerd. Nog niet echt specifiek dat we helemaal in diepte zijn getreden. Wel dat ik weet dat ze me willen behouden. Waar wacht jij op? Aan het eind van het seizoen zie je wel verder. Ik laat alles gewoon op me afkomen. Het heeft weinig zin, hè, om te gissen bij je. Ja, nogmaals, weet je, ik laat alles op me afkomen. En ik moet nu gewoon concentreren op RKC. Maar daarna zie je wat gebeurt. Laat ik de vraag tot slot dan zo stellen. Hoe groot is de kans dat jij volgend jaar nog een geel blauw shirt draagt? Weet ik niet. Laat het op me afkomen, vriend.